En dit zijn de vegan worstjes. Hey guys, een hele leuke twist krijgt deze dag ineens. Je ziet heel goed dat hier al die haartjes weg zijn gekrapt. Hoe gaat het met je Nederlands? Zee. Oké, nou dat zegt genoeg, hè? Dat zegt genoeg. Ik voel het bij mezelf. Ah, 12. Oh my god, pijn zeg. Ja, hier één. Oh my god. Het wordt gewoon echt zeiknat hier. Oh, wat erg. En ik wilde naar huis lopen. Hoi guys. Goedemorgen. Het is zaterdag en we zijn de... Zaterdag heel productief begonnen. Of althans niet helemaal. Want we zijn gisteren uitgegaan. En we zijn daar ook best wel laat in bed beland. En hebben dus ook daarom uitgeslapen. Maar ja, we zijn vervolgens toen we wakker werden lekker alles gaan schoonmaken. Ik heb het hele huis schoongemaakt. En Toon is nu vegan knakworstjes aan het bereiden. Hoe ideaal is dat? Ik ben heel benieuwd. Dat zijn de vegan knakworsten die we bij de Mercadona kochten. Ik heb het nog nooit geprobeerd. Maar man, wat heb ik er trek in op een broodje met ketchup. Oeh. We hebben lekker vers brood gehaald. En dit zijn de vegan worstjes. Yippie! Buenos dias, amor. Buenos dias, Aitora. Bueno, buenas tardes. O decimos buenos dias. ¿Qué me estás preparando? Esta noche está para bailar. Eso no es una respuesta. Ay, qué rico. ¿Es todo para mí? No. Para ti, eso solo. Pero yo también quiero esto. Valt dit in de categorie vegan junkfood? Tony heeft serieus alle 5 de knapworsten op dit broodje gedaan. Het is ook een groot brood, moet ik zeggen. Maar ik hoop dat ik het opkrijg. Oh my god, ik ben heel benieuwd naar de smaak. Straks lust ik het niet. Hey guys, een hele leuke twist krijgt deze dag ineens. Want ik kreeg net een berichtje van Annemerel. En ik vertelde jullie al in de vorige vlog dat Annemerel hier in Malaga is. Daar trainen we mee aan het WK Masters. Echt super tof. En die moet dus vanavond rennen om 7:15. Nou wilde ik dat sowieso al gaan bekijken, want hoe tof is dat? Is in het stadion, het sportpaleis zoals het hier in Malaga heet. En het is nu 4:00 en toen kreeg ik dus een berichtje van Annemerel van... Weet je, ik moet nu trainen. Heb je zin om mee te gaan? Dus toen dacht ik, weet je wat? Ik moet sowieso nog rennen vandaag. Dan kan ik dat net zo goed op een loopband doen bij Annemerel. Super gezellig. Dus we gaan nu samen trainen. Ik moet 8 kilometer rennen. Dat is ongeveer 40 minuten. Annemerel doet er iets langer over, want ze moet 1,5 uur trainen. Dus wellicht dat we samen ook nog wat oefeningetjes gaan doen. Ik neem jullie mee. Je ziet heel goed dat hier al die haartjes weg zijn gekrapt. Hier zit een kale plek. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien aan deze kant. Ja, aan mijn poes. Ai, ai, ai. Maar het gaat goed met hem hoor. Het gaat goed met hem. Kijk maar hoe goed hij eruit ziet. Ik ben heel blij dat ik vandaag met Annemerel kan trainen. Want ik moet toegeven dat vandaag niet de meest ideale trainingsdag is. Gisteren lag ik om 6:00 in bed en ik werd 12:00 wakker, dus 6:00 slaap. Dat is op zich oké, maar ik heb gisteren ook echt iets van 5 of 6 vodka cola op. Ja, dus voel me op zich, ik heb geen kater, maar je merkt het toch dan altijd wel als je gaat sporten. Ik hoop dat het een beetje mee zit vandaag. Toon gaat vanavond naar Marbella, want die Italiaanse vriend Giordano die is jarig. Wil je naar de Vettarucci? Ik ben helemaal niet. Oeh, volgens mij zijn we er. We gaan dus trainen bij Inagua. Ik ben er nog nooit geweest. Een hele grote mooie gym. Oh, ik zie Annemerel al vloggen. Hoi. Bij deze gym kan je dus voor 6 euro per dag, of 8 euro is het geloof ik, trainen. Hallo. Hola. How are you? Naar omstandigheden zeer goed. Goed? Ja. Yeah. Oh, gaat je toch? Hallo, amor. Gedaan. Are you go? Hallo. Hoe gaat het met je Nederlands? Zie. Oké, nou dat zegt genoeg, hè? Dat zegt genoeg. Mijn Spaans is ook echt zo slecht. Net had ik een Uber die de hele tijd wilde praten in het Spaans. Ik snap er geen kak van. Gewoon zie zeggen. Oh my god. Tony gaat niet mee, want die moet naar Marbella. Die heeft een verjaardag vanavond. Geen probleem. Oké. Ciao, amor. Ciao. Dag,
veel plezier en... Disfruta, dice disfruta. Dile que suerte para su amigo. Venga, ciao amor. Ja. Hallo! Hoe gaat het? Best goed. Kijk, ik loop. Ik heb gewoon geen pijn met wandelen. Gaat prima. Oh, dus dat had je eerst. Ja, want even. Ik heb maar schoenen aan net. Maar moet even uitleggen. Wat is er gebeurd? Nou, ik heb dus blijkbaar een voetbeschoenen. Ja. Een gebroken middenvoetsbeentje. Oh mijn god. En daar kwam ik dus 6 dagen voor de Berlijn Marathon achter. En we moeten hier even een tikje doen. Ja. Ik had dus 6 dagen van tevoren gekregen te horen dat ik een... Ik hier mijn middenvoetsbeentje. Oh my god. En als ik hiermee doorloop, dat ik dan ja, gewoon maanden, misschien wel jarenlang blessure riskeer. Dus dat doen we niet. De sportarts zei echt, doe het alsjeblieft niet. Hij zegt, ik sta er niet achter. Ik sta niet meer achter dit verhaal als jij niet gaat doorlopen. Tuurlijk. Dus dat ik, nou ja, eigenlijk ook die beslissing voor mezelf ook al gemaakt. Want het zou niet echt een succesverhaal zijn nee. Dus met een blessure. En het zou ook echt niet echt een goed signaal afgeven naar de buitenwereld. Nee, van, precies. Ja, oké, ga maar gewoon lopen. Ook al heb je je voet gebroken. Ik vond het niet echt een heroïsch verhaal. Dus, nou ja, nu zijn we hier. Nu is dit het alternatief? Oh my god. Met Laura. Yay! Superleuk! Ik vond het echt zo leuk. Jij hebt mee ging sporten. Ja, en ik moest ook echt, ik moet vandaag sporten. En al de hele dag kijk ik er tegenop. En ik had al zoiets van, kut, als ik, weet je, straks naar die 1500 meter ga kijken, daarna komt het er niet meer van, want dan heb ik geen zin meer. Dus dit is echt, yes. Dit is super. Oké, ik ga hier rennen. En Ann gaat hier cross trainen. Ja, eerst dat. En dan moet ik wel naar de fiets. En, want ik mag niet cross trainen. Ja. Nee, prima. Laten we beginnen. Nee, ik ga straks... Ben je klaar bijna? Oké. Dan ga ik fietsen, dan ga ik weer. Waar ga je dan heen? Naar de fiets. Oh ja. Oké. Ik moet nog even, jongens. Ik zit pas op 2 kilometer van de 8. Yes. Gedaan. You did it. Joe. Nou, laat dan even zien. 45 minuten. 1 minuut nog. You can do it. Het is zo warm, het is echt niet normaal. We beginnen nu met het tweede deel van de training. En Anne Merel gaat de training geven. Wat gaan we doen? Met een schijfje dus en een bal. Gaan we 3 oefeningen met de bal doen en 1 oefening met je schijf. Ik ben heel benieuwd. Misschien moet je hem gewoon even daar neerzetten. Ja, ik ga hem neerzetten. Ik neem jouw shots ook wel over. Yes. Oké. Okay. Ik mag iets terug op de bal rollen. Ja, zo. Zo? Ik ga dat bij het gooien. Naar achter. Met je hoofd tussen je armen. Achter, zo. Ja, ik merk het. En dan hoor je langzaam terug. En dit is 1 herhaling. En doen we dat 12 keer. Oh, ik had 12 keer. It's Contract Productions. Hey. Ik voel het bij mezelf. Ah, 12. Oh my god. Pijn zeg. Ja. Hier één. Oh my god. Ga liggen zo. En dan doe je de bal tussen je voeten. Dan doe je de voeten zo naar boven, kom je omhoog. Oh, mag ik niet raken? Oh my god. En dan pak je hem weer bij je voeten. Ah, hou op! Mijn buikspieren laten ik het steek aan. Oké, daar ben
ben ik weer. Guys, ik ben nog helemaal aan het bijkomen van net. Maar het was een super lekkere training. En we haasten ons nu richting El Palacio de Deportes Stadion. Ja. Nou, dat is El Palacio de Deportes en dit is het stadion inderdaad. En hier gaat Arthur straks een 1500 meter rennen. Ik ben heel benieuwd. Over een uur. Spannend zeg. We gaan tussendoor misschien nog even naar de Carrefour om iets te eten te halen. Ja, lijkt me een top idee. Maar we gaan eerst om 6 uur, ga ik eventjes doei zeggen. Oké. Kijk, hij gaat versnellen. Ja, hij gaat wel. Als hij tweede wordt in de serie is het ook nog goed. Maar hij moet nu bij die man blijven. Zo. Hey, Hollandees! Arthur! Que viva los holandeses! Arthur! En het ziet er ook zo makkelijk uit bij hem. Alleen op die baan rent als ik zo aan het filmen ben. Zo, kijk wat een voorsprong. Oké, dit is echt niet normaal. Ja, het lijkt net mieren op mijn beeldscherm, maar het is echt een enorm voorsprong. Edwin van Dijk, wat is dit? Ik ben Laura Bloesje. Bloesje? Oké. Dat hoofd. Weet je hoe rustig hij ging op het end? Ja, hij ging echt zo. Hij keek echt zo even achterom. Nou, Arthur die is als eerste geëindigd, hè? Dat was duidelijk. Niet normaal wat een voorsprong je had op het end. Zelfs gewoon even rustig op zijn schouder kijken. Kon nog wel wat langzamer. Want de rest was volgens mij, ik was bijna wandelen. Ja, nee, echt wel. Ik zou niet zo snel kunnen lopen hoor. Het zag er echt uit als wandelen. Maar dat betekent dat hij morgen sowieso in de finale staat. Ja, en dat hij morgen fit zijn benen heeft. Want hij heeft hard verlopen. We gaan weer richting het centrum. En we hebben net vervoerd hier van de halve marathon. Hey, gefeliciteerd met je prestatie. Super gelopen. Ja. We zitten inmiddels in taxi Willem de Graaf. Willem de Graaf. En we gaan pasta eten in de haven. En ik mag mee. Met de winnaar van de dag. Yeah. Oh my god, ik word helemaal nat hier. Het is keihard ineens begonnen met regen. Ja, leg het vast, want dit gebeurt niet vaak. Kut. Ja, het is helemaal nat. Het wordt gewoon echt zeiknat hier. Oh, wat erg. En ik wilde naar huis lopen. Jongens, kijk even. Wat erg dit. Zo heb ik Malaga nog nooit gezien. Heel de vloer ligt gewoon onder de laag water. Oh. Oh my god. Heel gezellig was het. Hey. Ja. Heel veel succes morgen. Morgen is de finale, dus duimen. Hey, thanks guys. Het regent, dus we snel naar huis. Bye. Doei. Dit is echt niet chill. Het regent keihard. En ik heb een vette zomeroutfit aan. Het is gewoon koud. Wat is dit? Malaga. Het is in Amsterdam. En het begint nu weer keihard te regenen. Oh my god. Dit is toch heel gezellig. Tony is niet thuis, want die heeft dus verjaardag en die slaapt waarschijnlijk in Marbella of die komt heel laat thuis vannacht. Maar ik ben nu zo blij dat Lynn hier is. Nu ben ik niet alleen. Kijk nou, wat gezellig. Hé, hey, Lina. Ja. Oké, guys, ik heb inmiddels mijn make-up er lekker afgehaald. Mijn Instagram stories loopt. Ik heb 3 afleveringen gekeken van de serie, hoe heet die nou? Die serie op Netflix over een autistische jongen. Het is echt een hele leuke serie. Het is gewoon een hele schattige, zielige en grappige serie tegelijk. Ik weet even de naam niet, maar waarschijnlijk weet je wel waar ik het over heb. Als ik zeg autistische jongen. Lindy slaapt al lekker. Ik ga even eten geven en dan ga ik naar bed. Kijk, wat ik me afvraag. Ik vraag me echt af hoe ze opgroeit. Als dat zei ik op Instagram al. Ik vroeg naar jullie mening, want ze heeft echt enorm lange haren op de rug. En in de nek, ja, nu heeft ze die in de nek hier allemaal weggekrapt door die kale plek. Maar hier bijvoorbeeld op de buik, hier, dat zijn hele korte haartjes. Kijk maar. Het is de enige kat die ik ooit heb gezien die het toelaat om de buik te aaien trouwens. Maar wat denken jullie? Ik zie bijvoorbeeld wel dat ze
haartjes uit heeft steken in de pootjes. Dankjewel voor het kijken. Morgen ga ik niet filmen, heb ik besloten, omdat ik moet werken op Nikki Beach. Dus ja, het wordt een lange dag en ik kan niet met de camera zijn als ik werk. Dan weten jullie dat. Dus we zien elkaar in de vlog van donderdag. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei. Doei doei. Oeh.